Oké, mijn vriendin Nina wordt 24. We zijn al 9 jaar samen. Wat geef je elkaar nou op het 9e jaar? Ik kan wel een hele dure tas gaan kopen of een heel duur paar schoenen of dure sieraden. Maar ergens voelt het een beetje makkelijk. Daarom heb ik besloten om Nina voor haar verjaardag alle beste cadeau ever te geven. Een cadeautje voor mij. Er zitten papiertjes in. Once upon a time, there was an adventure. Oké, waar heb je dit allemaal gedaan? Een bad. Ja. Ik moet naar bad. Avontuur is begonnen, ja. Little box of happiness. If we wait until we are ready, we will be waiting for the rest of our lives. De magnetron! A box. Life happens when you're busy making plans. Wat zit er nog meer in? De auto! Je krijgt 1 uur. Nee, ik zei nog! Als ik een koffer moet pakken, wil ik dat van tevoren weten! Nee, nu krijg ik kortsluiting in mijn hoofd. 1 uur de tijd om een koffertje te pakken. Ja, maar wat moet ik inpakken dan? Je krijgt gewoon 1 uur om alles te pakken. Niet de warme kleren meenemen. Pak je spullen. Je bent alweer een minuut verloren. Je moet je spullen pakken. Ik heb de kortsluiting! Nog 10 minuten. 10 nog maar. Nee, dat vind ik echt niet grappig. Ik heb nog 10 keer gevraagd. Als we weg naar mijn opzeg gaat, het is helemaal paniek. Je hebt dus tijdens de reis allemaal verrassingen. Allemaal dingen waar ze helemaal blij van worden. Wat er precies is, ga je nog wel achterkomen. We zijn inmiddels bij de gate. Er zijn maar een paar opties. We gaan sowieso naar Spanje. Dat klopt. We vliegen naar Malaga toe. Oeh, dat zijn we nog nooit geweest. Nee! Dat is wel echt heel leuk. Ik kijk misschien niet zo blij, maar je weet hoe ik ben. Ik moet dat eerst laten indalen. Ja. Zij is te erg een control freak om hiervan te kunnen genieten. Ja, dat is waar. Oké, de beste vriendin van Nina die komt zo. Ze weet het alleen nog niet. Ik ben heel benieuwd hoe Nina gaat reageren. Het is leuk om met mij op vakantie te gaan, maar het is natuurlijk leuker om ook nog met je beste vriendin op vakantie te gaan. Dit is Iris, Nina haar beste vriendin. Ik heb onze locatie met Iris gedeeld, zodat ze ons de hele ochtend kon ontlopen op Schiphol tot het moment dat we net het vliegtuig in zouden stappen. En dat moment is nu aangebroken. Ga je weg? Oh, lieve. Wat is dit? Oh, lieve. Ga je weg? Ja. Hier is op vakantie gaan, het is wel chaos hoor. We zijn aangekomen op Malaga. We hebben nu een auto gehuurd. En dan moeten we nog een half uur rijden. En dan komen we aan bij ons huis. Wat een gruwelijke auto. Dit is wel een gruwelijke auto. We gaan lekker een stukje rijden. Ik heb geen idee of we naar een hotel gaan of dat we naar een huisje gaan. Camping! Maar ik vind het nu in de camping. Ik vind het nou wel leuk. Goed, we zijn onderweg. Naar het huis. Ik heb een huis geregeld op een prachtige plek. Prachtig huis als het goed is. We zijn lekker onderweg, moeten ongeveer een half uurtje rijden. En wat ze niet weet, is dat een andere vriendin van haar in het huis op haar aan het wachten is. Wat dat betreft denk ik dat ze wel weer best wel verrast gaat worden. We zijn gearriveerd bij het huis. Ja, we zijn gearriveerd bij het huis. Ja. Okay. Kom maar zo, ga even het huis bekijken. Ik word zo zenuwachtig van jou. Ik geloof niet dat we gewoon naar huis gaan kijken. Maar het is wel een beetje grappig dat... Het hek staat gewoon open. Dat het hek open staat. Ja, voor mij was nog iemand schoonmaken. Nou ja. Hallo. Hola.
Je raadt het al, dit is geen echte schoonmaakster. Nope, dit is Marit. Nog een vriendin van Nina. Marit is vanochtend vroeg al naar Spanje gevlogen, heeft een auto gehuurd, is alvast naar de villa gegaan en is daar in haar schoonmaakpakje gaan wachten tot wij aankwamen. Verrassing! Ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Ah, zo leuk! Wow, ik ben echt helemaal mindfuck. Ik dacht vanochtend dat ik in Nederland zou blijven. Ik weet echt niet goed wat ik moet zeggen. Surprise! Nee, ja, ik heb zo. Oh, leuk dat je er ook bent. Ja. Hoe kom je hier überhaupt? Wow, ja. Waar ben je heen gegaan? Vanochtend om 6:30. Had je dat expres gedaan? Oh nee, per ongeluk. Ja. Kom, we gaan toeren. Ik ben een toertje. We hebben een zwembad. Oh my god. Oh, holy. Deze staat er aan. Hij is warm. Oh. Ik was al vergeten. Oh ja. Oh. Oh, kijk de zee. We hebben uitzicht op zee. Yeah, buddy. Het is gewoon mooier dan ik had gedacht. Oh, Nina. Het is allemaal goed gegaan tot nu toe. En ik kan je vertellen, dit was nog lang niet alles. Oké? Okay? Er staan nog allemaal andere dingen te gebeuren. Ik vroeg nog wel af, hoe zou Iris, weet je, hoe Marit en Kelly zich niet gepasseerd. En toen zei iemand, ja, maar Kelly kon niet. Ah, het idee was gewoon om jullie alle drie. Hé? Waar hebben zij het nou weer over? Oké, okay, even een kleine uitleg. Kijk, deze vriendinnengroep bestaat eigenlijk uit 4 meiden. Nina, Iris, Marit en Kelly. Kelly kon helaas dit weekend er niet bij zijn, omdat ze op een familieweekend was. Kijk maar, ze sturen zelfs een foto als bewijs. Ja, we hebben vandaag ongeveer 1 bak yoghurt op en 12 koekjes in een vliegtuig. Dus het is tijd om even lekker te eten. Nu is wel klaar met de verrassing, want ik kan het echt niet meer aan. Bottle of rosé. Ja, best wel. Sorry, the wine is coming. We have a new waiter and maybe it's not. It's okay. Maybe this new waiter, sorry. Oh, it's okay. Gemossel. Ja, ik heb ook nog nooit mossel gehad. Oh. Nee, dan misschien. Wie gaat er mossel, wie gaat er oesters uit? Ik ben zo, jullie hadden een lekker flesje wijn besteld. Ik hoor je denken, waarom is Nina zo verrast door deze serveerster? Nou, dat komt omdat dit helemaal geen serveerster is. Nee, dit is Kelly. Je weet wel, die vriendin die eigenlijk een familieweekend had. Kelly is vanochtend samen met Marit naar Spanje gevlogen en heeft rustig de hele dag gechilled tot wij klaar zaten voor de verrassing. Oh yeah. Tuurlijk wou ik dit toch niet missen. Ik heb er helemaal niks van. Maar nu is wel klaar, toch? Nee, tuurlijk is het niet klaar. Maar dat ga ik toch niet zeggen. Ik ben nu een Uber aan het bestellen, maar ja, dat is stiekem gewoon de broer van Nina. Nina, een broer, is hier ook heen gekomen en die speelt even mijn Uber. Als het goed is staat Stefan, Nina haar broer, ergens hier en dan moet het goed komen. Yo. Dit is Stefan, Nina haar broer. Stefan is een paar uur na ons naar Spanje gevlogen, heeft deze auto opgehaald en heeft ergens nog een taxipad vandaan weten te vinden. Hij is onze taxichauffeur, maar dan moet wel eerst Nina in de auto stappen. Nina is hier nog niet. Echt niet? Nee, want ze staat aan de andere kant van de straat. Maar ik ga er wel even bellen. Ja? Ja, mijn Uber is Hero. Kom maar aan. Oké. Het plan is dat Nina straks hierachter gaat zitten. En dat Stefan een beetje kut gaat doen. Dat Stefan een beetje, weet ik veel, met dit ding. Zo alsof hij niet helemaal goed werkt. Je moet een beetje zo'n rare Spaanse taxichauffeur zijn. Ik kom nu naar Hero. Pronto. Spanjols, pronto. Ja, oké, ze komen eraan. Oké. We go. Wat was dat, hè? Doei. Wat was het adres? Ah, ik YouTube video. Ah, pronto. Ik herken echt deze stem. Ik herken zo deze stem. Goedenavond, lieverd. Ik dacht zo dat het klaar was.
Oh ja, sorry, ik knoop voor iedereen, was heel laat. Hey, lieve. Al ruim 20 uur heeft haar hard drive gewoon een crash. Heb jij wat gedronken vanavond? Nee, zeker. Tuurlijk niet. Nou, let's go! Het gaat echt heel goed. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Er zijn wat mensen gearriveerd. Wie zijn deze twee willekeurige mensen in onze villa? Nou, je raadt het al, Nina haar ouders. Zij zijn vanochtend om 5 uur 's ochtends naar Spanje gevlogen, speciaal om Nina te verrassen. Goedemorgen! Hebben jullie allemaal lekker geslapen? Heerlijk, echt. Als een blok. Ja. Een blok als een rok. Ik wil niet. Wacht mijn broekje! Goedemorgen! Oh, zie je het ook? Ik denk er ook. Ik denk, waarom moet dat ontbijt nou weer zo vroeg? Laat vroeg. Ik ben nou echt klaar. Kan je 2 dagen bij komen? Vervolgens hebben we 2 dagen lang alleen maar gechilled, gezwommen, gegeten en gedronken. Het enige doel van deze reis was om mijn prachtige vriendin gelukkig te maken. Omdat ze dat verdient. Omdat ze een fantastisch mooi mens is. Nien, je maakt mij de meest trotse man op aarde doordat ik jou mijn vrouw kan noemen. Ik bedoel vriendin. Iedereen dacht dat ik deze vrouw ten huwelijk zou vragen, mensen. Iedereen. Nee. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!